Modewinkel Coming Soon verlaat zijn pand aan de Kerkstraat. Het bedrijf heeft namelijk grootse plannen. RTV Arnhem sprak met eigenares Silly Flemmix. U gaat vertrekken uit Arnhem. Dat zal veel Arnhemmers verdriet doen. Dat klopt, ja. Ja, veel mensen zijn verdrietig, maar we komen terug. Het is niet dat wij voor altijd weggaan uit Arnhem. We gaan diverse samenwerkingen aan met ontwerpers, maar ook met winkels. Dus dan zijn we tijdelijk een shop-in-shop. Of we gaan tijdelijke winkels opzetten samen met ontwerpers. U heeft een nieuw concept. Klopt. We hebben het concept aangepast omdat het voor ons na 10 jaar tijd was voor vernieuwing. We gaan dus door Nederland reizen en iedere keer gaan we dus in een nieuwe stad een korte samenwerking aan en proberen zo steeds een nieuwe inslag te vinden wat we met mode of wat we met design gaan doen. En de eerste samenwerking gaat van start alweer in augustus, half augustus, gaan we met Hekt van Alexander van Slobbe en Francisco van Bentum gaan we een store doen in het Centraal Station in Amsterdam. In de Oostpassage. Daar is een nieuw initiatief waar heel veel ontwerpers komen te zitten. En wij gaan de kledingcollectie van Hekt aanvullen met keramiek, met parfums, met allemaal mooie designspulletjes. Dus dat is de eerste start voor ons van het nieuw begin. Wanneer zullen mensen u hier weer terug in Arnhem zien? We zijn druk bezig om rond de kerst weer in ieder geval hier terug te zijn. De winkel in Amsterdam is dus tot begin oktober. En we proberen zeker rond de kerst waarschijnlijk in een andere winkel aanwezig te zijn, weer in het Arnhemse beeld. Hoe kijkt u nu terug op deze locatie in de afgelopen jaren dat u hier bezig bent geweest? Ook met modebiennales en andere dingen? Nou, we kijken heel positief terug. De straat is ontzettend mooi geworden. Er komen steeds meer nieuwe winkels in de 7 straatjes. Dus dat is een ontzettend prachtig initiatief wat alle ondernemers samen heel mooi hebben opgezet. De modebiennales zijn ontzettend goed verlopen. En we hebben eigenlijk al ontzettend fijn in dit pand gezeten. Maar ja, na 10 jaar vonden we gaan toch een beetje over vernieuwing. Dus we vonden toch dat we een keer iets opnieuw te gaan opzetten. En dat is eigenlijk de grootste reden, want met pijn in ons hart verlaten we de locatie, omdat die natuurlijk prachtig blijft. Dat is zeker zo. En Arnhem blijft ook een geweldige stad om in te zitten. Absoluut.